Terwijl de brandweer 100 meter verderop een brandje in een school staat te blussen, ziet wethouder Sleking een put zonder deksel. Hij pakt meteen zijn iPhone. Nou ja, wat er veranderd is, is dat je nu nog veel sneller in beeld hebt waar het om gaat. Mensen kunnen ook foto's meesturen zelfs van de locatie die het betreft. Dus er is meteen ook een indicatie van wat is nou de prioriteit van zo'n melding. In dit geval zo'n ontbrekend putdeksel, ja, dat is gewoon hartstikke gevaarlijk. Dus daar moet natuurlijk ook binnen de kortste keren ook echt op gereageerd worden. Ik kan me voorstellen dat het rechtleggen van een rijtje stoeptegels daar als prioriteit dan wel weer ondergeplaatst wordt. Je hebt er een klein programmaatje voor nodig, een app. Die kun je sinds dinsdag gratis downloaden via iTunes. Maar je hebt er wel een iPhone voor nodig, want op andere smartphones doet hij het niet. Nou, dit is slechts een begin. In principe is het de bedoeling om het dus platform onafhankelijk te maken. En dat is ook de oproep die ik net gedaan heb, om met een aantal gemeentes platform onafhankelijk te maken. Dan moet de applicatie in de praktijk wel zijn nut hebben bewezen. Dordrecht test dat als eerste gemeente uit. Bevalt het, dan wordt de app mogelijk uitgebreid met meer diensten dan alleen de wijklijn.